Mijn naam is Davy Ruimakers en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. Het afgelopen jaar heb ik jullie verschillende tips gegeven waarmee dat je jouw video's op een makkelijke en vaak zelfs goedkope manier kunt gaan verbeteren. Maar hoe doen andere YouTubers dat nou? Dat ga je zien in deze serie. Helemaal leuk, je kijkt een nieuwe video. 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 Helemaal super leuk, je kijkt een nieuwe video. Mijn naam is Davy Ruimakers en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. Ik ben er vandaag bij Anouk van het kanaal All About Anouk. En leuk dat ik hier mag zijn, Anouk. Ja. Je hebt ook een YouTube kanaal en kun je iets meer zeggen over je kanaal? Ja, nou ja, zoals je zei heb ik een YouTube kanaal, All About Anouk. Het begon zeker helemaal als beauty kanaal. Dus met make-up tutorials, favoriete video's, aanraders qua make-up producten. Ik maak soms ook fashion video's. Ik wil dat zeker ook wat meer gaan doen. Dus bijvoorbeeld lookbooks of shoplogs met kleren die ik heb gekocht. En ook lifestyle video's. Laatst wordt namelijk heel vaak aangevraagd omdat ik student ben. Video's over ja, hoe een studentenleven dan een beetje is. Dus ja, ik ben een beetje bezig met daar ook steeds meer nieuwe video's over maken. Over ja, studeren en studentenleven en wat het allemaal inhoudt. Oké. Okay. Nou, er kijken natuurlijk veel mannen of veel jongens naar mijn kanaal. Dus misschien lijkt een YouTube kanaal niet zoiets om 1, 2, 3 te gaan kijken. Maar ik zou zeker even gaan kijken naar het kanaal van Anouk. Want ze maakt hele leuke video's over hoe dat je veel dingen kunt filmen. Met beauty, maar ook andere video's. En ja, zou je een beetje kunnen uitleggen waar je jouw video's mee opneemt? En hoe dat je dat doet? Ja, nou ik... We hebben altijd mijn statief, die je ook al ziet staan. En die zet ik eigenlijk recht voor mijn raam, zodat ik goede belichting heb. Want het liefst film ik alleen met natuurlijk licht. Maar ik heb ook een set met lampen waar ik af en toe, ja, die ik af en toe gebruik om wat extra licht te krijgen. En ja, vroeger had ik een hele simpele camera. Maar ik heb afgelopen jaar voor mijn verjaardag een grote Canon 700D camera gekocht. Met een 18-55 mm lens. En ja, die vind ik wel heel erg fijn nu. Omdat ik merk dat de kwaliteit van mijn video's wel naar boven is gegaan sinds ik deze heb. Ja, zeker. En heb je voor, nou, voor de beginnende YouTubers nog een goede tip? Ik denk dat je... Ook als je net begint is het soms wel lastig. Aangezien je video's misschien niet bekeken worden zoals je graag wil. Of dat je misschien niet zo snel groeit als je zou willen. Maar dat je gewoon echt doorgaat. Natuurlijk ook... Met als motivatie dat je het echt leuk vindt. Maar dat ook als je denkt, gaat wat minder goed. Dat je altijd blijft doorzetten. En er plezier in blijft houden. Omdat, ja, het YouTube leven lijkt misschien een en al beauty en geweldig. Maar het is ook best zwaar. Het is veel werk. Er gaat heel veel tijd in zitten. En het is soms best vermoeiend. En best jammer als het niet beloond wordt voor je gevoel. Maar als je gewoon doorgaat met video's maken, dan kom je daar uiteindelijk wel. Nou, dat is denk ik dat een goede tip. En die hebben jullie al vaak gehoord natuurlijk. Blijf gewoon doorgaan. Als je het leuk vindt, dan gaan we lekker door. Ja. We hebben nog een kleine dilemma vraag voor je, wat eigenlijk vaker is in deze serie. Oké. Okay. Stel, je zou vandaag moeten gaan kiezen of al jouw bestaande video's moet je weggooien en helemaal opnieuw beginnen. Of geen nieuwe video's meer mogen maken. Waar zou je voor gaan? Dan zou ik mijn oude video's wel weggooien, denk ik. Want ik heb ook wel heel veel video's van het begin waar ik nu niet meer heel trots op ben. Waar ik denk, kwaliteit is niet goed. En ik denk, als ik dan... Zou ik ook al mijn abonnees verliezen, helemaal opnieuw moeten beginnen en heel opnieuw kanaal? Nee. Oké, dan denk ik dat als ik mijn oude video's verwijder, dat ik een hele frisse start wel kan hebben. En dat dan ook meteen van het beginpunt de kwaliteit hoger ligt. Dus dat mensen dan ook misschien leuker vinden om naar te kijken dan de oude, korrelige, slechte video's die nu nog op mijn kanaal staan. Nou, ik vind het een goed streven inderdaad. Ik zou zeggen, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja. En wil je nou meer weten van Anouk, kan je dan zeker even in de videobeschrijving. Daar vind je natuurlijk een linkje naar het kanaal van Anouk. Zou ik zeggen, tot de volgende keer. En weet je natuurlijk alvast een beetje blauw duimpje omhoog te doen.